Chag Sameach, everyone. Chag Sameach, goede feestdagen iedereen. We return once again to the subject of this biblical holy day, Passover. We kijken opnieuw naar de Bijbelse boodschap van de feestdag die nu gaande is, Pesach. And of course, as always, I feel compelled to stress that I refer to it as a biblical holy day. En ik vind het belangrijk om te benadrukken dat het een Bijbelse feestdag is. With the realization that people usually refer to these holy days as Jewish holy days, which undoubtedly they are. En dat vind ik belangrijk omdat de mensen doorgaans naar deze feestdag verwijzen als een Joodse feestdag. En ja, dat zal het ook wel zijn. Maar but I to use the term biblical holy days because while of course Jews observe these days as God obligates us in the Torah, these days clearly have a message to everyone, Jew and non-Jew, who believes in the Bible. Maar hoewel wij als Joden deze feestdag in acht nemen zoals God ons geboden heeft, heeft deze feestdag ook een boodschap voor iedereen, Jood en niet-Jood. And this of course is the focus then of our discussion, to consider some of the messages that I think clearly emerge from the words of the Torah, the words of the Bible that pertain to Passover and that pertain to each and every one of us. En daar gaan we ons vanavond dan ook op richten, op de boodschap die tevoorschijn komt over deze feestdag uit de Torah, uit de Bijbel. So it is on that note then that I'd like to begin with a passage in Exodus chapter 13 and consider its implications. En met deze opmerking wil ik beginnen te lezen in Exodus 13. In chapter 13, verse 7, unleavened bread, matzah, shall be eaten throughout the 7 days, and there shall no leavened bread be seen with you, neither shall there be leaven seen with you in all your borders. This is, of course, the holiday of Passover, the holiday, the feast of unleavened bread of matzah. In hoofdstuk 13 van Exodus vers 7 lezen we: 7 dagen lang moeten er ongezuurde broden gegeten worden. Wat gezuurd is, mag bij u niet gezien worden. Ja, geen zuurdeeg mag er in heel uw gebied bij u gezien worden. En deze tekst verwijst dus naar het feest van Pesach, of meer specifiek het feest van de ongezuurde broden. And what follows in verse 8 is a theme that we see appearing really repeatedly in the Torah, and that is passing the tradition on to the next generation. In verse 8, you shall tell your son in that day, saying, it is because of that which God did for me when I came forth out of Egypt. En in het volgende vers, vers 8, lezen we over een thema dat vaker terugkomt in de Torah, namelijk het doorgeven van de boodschap aan de volgende generatie. En in dat vers staat: en op die dag moet u uw zoon vertellen, dit gebeurt omdat de Heere voor mij gedaan heeft toen ik uit Egypte vertrok. This is an extraordinary mandate. Each of us is to say, this is what God did for me when I came forth out of Egypt. But I didn't come out of Egypt, did I? I wasn't born in Egypt. I never lived in Egypt. I haven't even visited. Dit is een opmerkelijke opdracht, omdat ieder van ons moet zeggen tegen zijn zoon, dit gebeurt om wat
de Heere voor mij gedaan heeft toen ik uit Egypte vertrok. En ja, ik ben helemaal niet in Egypte geweest. Ik heb zelfs nooit een bezoek gebracht. There are still Jews who can say, I came forth from Egypt. That is, there was a thriving Jewish community in Egypt up until the establishment of the State of Israel in 1948, when life became miserable for the Jews, and the community dwindled until, by the Six-Day War, it basically ceased to exist, together with the Jews from veritably all of the Arab countries. These people, whose communities predated Islam by centuries, became refugees, banished from the lands where they and their ancestors had been born and lived for thousands of years. Er zijn nog steeds mensen die kunnen zeggen, ik ben uit Egypte gekomen. Dat zijn dan mensen die onderdeel waren van een bloeiende Joodse gemeenschap in Egypte tot aan de onafhankelijkheidsoorlog, de stichting van de staat Israël in 1948. Toen werd het leven voor de Joden daar steeds slechter, totdat het Joodse leven in Egypte praktisch ophield te bestaan bij de Zesdaagse Oorlog, net als in heel veel andere Arabische landen. En dat betrof dan gemeenschappen die over het algemeen zelfs eeuwen ouder waren dan de start van de islam als geloof. En zo stopten deze gemeenschappen in het bestaan na duizenden jaren sinds dat ze gesticht waren. I say this because it is a matter of historical justice to remember these refugees whom most of the world would like to conveniently forget and ignore. For our purposes, though, we focus on coming out of Egypt. They may be able to say, I came forth out of Egypt, but I can't, you can't. Nearly none of us can say this literally. But God says, this is what you're supposed to say to your children. I came forth out of Egypt. Ik zeg dit omdat het goed is, historisch ook goed is, om de vluchtelingen die zijn ontstaan in de afgelopen eeuw niet te vergeten. De wereld die wil daar graag makkelijk overheen stappen en er niet meer over praten. Maar voor vanavond willen we ons daar niet op richten, maar op deze tekst die zegt, om wat de Heere voor mij gedaan heeft toen ik uit Egypte kwam. En voor de meeste van ons, wij kunnen dit niet zeggen, dat we uit Egypte zijn gekomen. En toch is dat de opdracht om het tegen de zoon te vertellen. So of course, obviously, God isn't telling us to say something that isn't true. Rather, on the contrary, this commandment, and indeed, this is the way we understand this commandment in our tradition, is to make it true, to see yourself as actually having come forth out of Egypt in every generation. To relive the experience of the Exodus, of the redemption, of the liberation. En uiteraard geeft God het gebod niet omdat het, terwijl het niet waar is, zelfs het tegenovergestelde, dit gebod bestaat eigenlijk om het waar te maken, door het te vertellen. En om zo in iedere generatie opnieuw die beleving te hebben, dat iedere generatie uit Egypte komt, om opnieuw die uittocht te beleven, de bevrijding uit de slavernij.
So yes, we are to actually feel the liberation, to feel that we're going forth from the land of Egypt. Dus we moeten die bevrijding echt voelen en voelen dat we vertrekken uit Egypte. And this becomes, of course, a central theme when we relive the Exodus every year at the Passover Seder. En dit wordt een heel centraal thema hè, als we die uittocht herbeleven tijdens de sederavond, de maaltijd aan de avond van Pesach. So of course on the one hand then, that feeling of the Exodus, of liberation, of redemption, is one that becomes extremely real to us. En aan de ene kant wordt die herbeleving van de uittocht en van de bevrijding, de verlossing, daardoor extreem realistisch voor ons. And yet, there's another message, a very different message, that emerges from a number of additional passages in the Torah, in particular in Deuteronomy. En toch komt er ook nog een hele andere boodschap tevoorschijn hieruit, met name in combinatie met een aantal teksten uit Deuteronomium. The first is in the repeat of the Ten Commandments in Deuteronomy chapter 5, where in the commandment of the Sabbath in chapter 5, verse 14, we read, "And you shall remember that you were a servant in the land of Egypt." En de eerste tekst die we lezen is tijdens de herhaling van de 10 woorden, de 10 geboden, in Deuteronomium 5, in vers 15. Want u zult, en dan gaat het over de Shabbat trouwens, en dan staat er achteraan, want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. En dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. This theme of remembering the slavery, the bondage, the suffering, is one that occurs over and over again. Deuteronomy chapter 15, chapter 16, twice in Deuteronomy chapter 24. A very different message than remembering, reliving the Exodus, the liberation. This is remembering the bondage, the slavery, the suffering, the misery. En deze boodschap, dus het herinneren van het feit dat ze slaaf zijn geweest in Egypte, dat komt ook terug in Deuteronomium 15, 16 en 24. En het is een heel ander thema dan het in herinnering brengen van de uittocht en de bevrijding uit Egypte. Dit is de herinnering aan slavernij, gebondenheid, ellende en verdrukking. Now, it isn't a contradiction, but you do sense a tension here. Are you focusing upon the good times, the redemption, the liberation, the exodus, or remembering the bad times, the slavery, the bondage, the suffering? En hoewel het geen tegenstelling is, voel je wel aan dat hier een spanning tussen bestaat. Richt je bij dat gedenken nu op de goede tijden, op de verlossing, op de bevrijding, de exodus, of op de slechte tijden, namelijk de slavernij, de onderdrukking en de ellende? And of course, evidently the answer is both. En uiteraard, zoals duidelijk mag zijn, het antwoord is beide. And maybe that theme is the one that is expressed very graphically in what you experience at the night of the Passover Seder. En misschien wordt het wel heel goed duidelijk tot uitdrukking gebracht in wat je ervaart als je een seder viert. God prescribes in Exodus chapter 12
when we read of the commandment to bring the paschal offering, in verse 8, they shall eat the flesh, the meat of the paschal offering, in that night, roasted with fire, and unleavened bread with bitter herbs, they shall eat it. Note, the unleavened bread, the matzah, and the bitter herbs, the maror, as well. In Exodus 12, vers 8, wordt gesproken over wat er met het vlees van het Pascha-offer gebeurt, het lam. Zij moeten het vlees dezelfde dag eten, op vuur gebraden, met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. Dus let wel, ongezuurde broden worden gegeten met de bittere kruiden, de maror. In Numbers chapter 9, verse 11, when we read of the alternative observance of the paschal offering for those who were unable to bring it in its proper time, again, the same rules apply, meaning explicitly here, they shall eat it with unleavened bread, with matzah, and bitter herbs, with maror. This is a critical aspect of the celebration of Passover. En ook in Numeri 9, vers 11, waar beschreven wordt de tweede Pascha, voor de mensen die dat niet konden houden tijdens het eerste Pascha, als ze onrein waren bijvoorbeeld. Ook daar staat dat het Pascha-offer gegeten moet worden met ongezuurde broden en met bittere kruiden. En dit is dus een kernaspect van Pascha, van de seder. I stress this because, on the one hand, I think it's obvious to all of us that bitter herbs are a reminder of the bitterness of bondage, of suffering, of slavery. So that's part of the observance of Passover, together with the unleavened bread, the matzah. What does the matzah signify? We'll see this in a moment. First, let's give Johan a chance to translate. Ik benadruk deze combinatie van ongezuurde broden en bittere kruiden zo, omdat het duidelijk is dat die bittere kruiden een herinnering oproepen aan slavernij, aan verdrukking en lijden. En die moeten dus gecombineerd worden met de ongezuurde broden, de matzes, de matzot. En waar die voor staan, dat gaan we nu horen. As the bitter herbs signify the bitterness of bondage, the matzah signifies the liberation, as expressed in Exodus chapter 12, verse 39. And they baked unleavened cakes, matzah, of the dough which they brought forth out of Egypt, for it was not leavened, because they were thrust out of Egypt and could not tarry, neither had they prepared for themselves any victual. They left so quickly, the redemption happened so fast, the bread didn't have time to rise. So the matzah then signifies the redemption, the liberation, and you have it together with the maror, the bitter herbs, the remembrance of the bitterness of bondage. Dus terwijl de bittere kruiden verwijzen naar het lijden en de verdrukking, verwijzen de matzes, de matzot, naar de bevrijding, de Exodus. In Exodus 12, vers 39, kunnen we lezen: zij bakten ongezuurde koeken van het deeg dat zij uit Egypte meegebracht hadden, want het was niet gezuurd, omdat zij uit Egypte waren verdreven en niet hadden kunnen wachten en ook geen proviant voor zich hadden klaargemaakt. Bij het verlaten van Egypte hadden ze dus geen tijd om het brood te laten rijzen. En daarmee is de matze een symbool geworden voor de uittocht. En het wordt van de verlossing.
En dat wordt samen gegeten met die bittere kruiden die een verwijzing zijn naar slavernij en onderdrukking. So, as we saw that God bids us to relive the liberation, the Exodus, on the one hand, but on the other hand, to remember that we were slaves, to remember the bondage, so too we have before us the matzah, the unleavened bread, signifying the liberation, the Exodus, together with the maror, the bitter herbs, signifying the bondage. Dus zoals God ons geboden heeft om de bevrijding te, in herinnering te brengen en te vertellen aan die zoon, maar ook de slavernij te herinneren, zo hebben we dus deze twee dingen samen bij het eten van de matza, een beeld van bevrijding en uittocht, en anderzijds de bittere kruiden die daar ook bij gegeten worden, een verwijzing naar onderdrukking, slavernij, ellende. Indeed, besides the obvious tension between these two, the matzah itself embodies a kind of tension. One could even say a sort of internal contradiction. En naast deze spanning, zeg maar, die je voelt tussen die matzah en die bittere kruiden, als een soort tegengestelde tekenen, heeft ook het ongezuurde brood, de matze, in zichzelf een soort tegenstelling. That is on the one hand, as we saw, in Exodus chapter 12, verse 39, the matzah signifies Exodus, liberation, redemption. En die spanning bestaat hieruit. In Exodus 12, vers 39, lazen we dat de matze een beeld is van de uittocht, van bevrijding. But when we read of the Passover offering in Deuteronomy chapter 16, then in verse 3, in recounting the role of the matzah, the unleavened bread, we get a very different message. Maar als lezen over de Pascha-offer in Deuteronomium 16, dan lezen we in vers 3 een hele andere boodschap over de matzes. Here in Deuteronomy chapter 16, verse 3, you shall eat no leavened bread with it. 7 days shall you eat unleavened bread with it, even the bread of affliction. That's what it's called, bread of affliction, of impoverishment. For in haste you did come forth out of the land of Egypt, that you may remember the day when you came forth out of the land of Egypt all the days of your life. Note, the matzah here is the bread of affliction, not the bread of liberation. In Deuteronomium 16, vers 3, lezen we, u mag er niets wat gezuurd is bij eten. 7 dagen moet u ongezuurd brood bij eten, brood van de ellende. Want met haast bent u uit het land Egypte vertrokken, om de dag te gedenken dat u uit het land Egypte trok alle dagen van uw leven. We zien hier dus dat het brood letterlijk een teken van ellende wordt genoemd. Het brood van de ellende, niet het brood van de bevrijding, maar van ellende. Now, evidently, it's not a complete contradiction because we read in the same verse, for in haste you came forth out of the land of Egypt, which is similar to what we saw in Exodus chapter 12, verse 39. Het is niet een complete tegenstelling, want in hetzelfde vers lezen we ook, hè, want met haast bent u uit het land Egypte vertrokken. En dat is dezelfde boodschap als dat we lazen in Exodus 12, vers 39. But if anything, to me, it makes the tension all the more glaring. Because if the verse speaks of you're coming forth out of the land of Egypt in haste, then we would have expected the matzah to be identified as the bread of liberation, the bread of haste, not the bread of affliction. Affliction, again, reminds us of the bondage, of the slavery, of the past, not the redemption. Maar
Dat er ook nog in het vers staat, met haast bent uit het land Egypte vertrokken. Dat maakt eigenlijk juist die tegenstelling nog groter. En die spanning duidelijker. Want we zouden verwachten dat het brood dan het brood van bevrijding zou worden genoemd. Of het brood van haast. Maar in ieder geval niet het brood van ellende. Een verwijzing naar slavernij en onderdrukking. So on all three of these levels, number one, the commandment that God gives us to relive the experience of the Exodus, even as he bids us to remember being slaves, being in bondage in Egypt. Likewise, same idea. At the Passover Seder, we are to have the matzah, symbolizing liberation, together with the bitter herbs, symbolizing bondage. Likewise, in the matzah itself, the matzah isn't just the bread of liberation. The matzah contains within it also that reminder of bondage, of affliction. On all these levels, we are bidden to combine what seem to us to be polar opposites, the bad with the good, the suffering with the redemption, the slavery with the liberation. En we zien dus dat op drie niveaus hebben we te maken met die spanning. Namelijk dat we de boodschap door moeten geven aan onze zoon. En dat we uit Egypte zijn vertrokken, bevrijd zijn. En anderzijds dat we ook de slavernij moeten gedenken. Dan nummer twee, tijdens de seder moeten de ongezuurde broden als teken van de bevrijding gegeten worden met de bittere kruiden, een teken van de slavernij. En dan op het derde niveau, zelfs in de matze zelf zit ook die spanning. Enerzijds is het het brood van bevrijding, hè, omdat het verwijst naar dat we met grote haast zijn vertrokken, maar anderzijds wordt het brood van de ellende genoemd. En zo moeten het goede en het kwade samen gedenken. De bevrijding tegenover de slavernij en de uittocht tegenover Egypte. Of de uittocht tegenover de ellende. So, we can see this clearly is a central theme in observing Passover. And it is a central message of Passover to everyone who looks to the words of the Bible for guidance. Dit is dus een heel centraal thema tijdens Pesach. En ja, ook een hele centrale boodschap die in Pesach te vinden is voor een ieder die levenswijsheid en richting zoekt in de Bijbel. So now, of course, our mission is to try to understand why. En uiteraard is onze opdracht dan nu om te begrijpen waarom. Why combine these two different themes that are such opposites? Why be forced to conjoin them in the way we observe Passover? Waarom moeten met deze spanning omgaan tussen deze twee tegenpolen, bevrijding en ellende? Waarom moeten die twee geforceerd samen genomen worden en terugkomen in die sedervieren? Can't we just focus on the good stuff? Can't we just pay attention to the happy times and forget about the rest? Kunnen we ons niet gewoon richten op de goede dingen, de blijde tijden en de rest vergeten? Obviously not. En blijkbaar niet. And I'd like to explore with you this evening on a number of planes. Why not? En ik wil deze avond stilstaan op met een aantal verschillende insteken waarom dat niet kan. In particular, I'd like to share with you four levels. Maybe levels of ascending significance, or perhaps increasing depth in understanding why we need to
learn this message from Passover. Ik wil met jullie vier niveaus bespreken van deze boodschap. Misschien vier niveaus die stijgend zijn in belang of steeds dieper gaan. Waarom kunnen we de ellende niet vergeten? So, with that we begin, level number one. Dus we beginnen met niveau 1. Level number one is simply the realization that redemption, the Exodus, doesn't happen out of nowhere. There is a historical process unfolding here. En niveau 1 is simpelweg de realisatie dat je bedenkt dat bevrijding niet zomaar uit het niets komt vallen. Er zit een historische ontwikkeling die eraan vooraf gaat. Intellectual honesty mandates that we consider the whole picture, because the bondage is no less part of this story than the Exodus. En intellectuele oprechtheid gebiedt ons om ook de ellende erbij te betrekken, want het is ook onderdeel van het verhaal, net zo goed als de uittocht. So in the interest of historical integrity, in the interests of honesty, we need to see both sides of this coin, the whole progression. Dus om recht te doen aan onze gedachten en aan de historie, moeten we beide zijden van de munt bekijken. En niet slechts één. Well, that's level number one, but it's obviously not enough. En dat is niveau 1, maar dat is natuurlijk niet alles. Because after all, we aren't engaging in this story as historians. Want we gaan dit verhaal niet zomaar in als historici. It's all about our relationship with God, and our observance of Passover is intended to strengthen that relationship. Het gaat om de relatie die we hebben met God en de geboden om Pesach te vieren, om die seder te hebben, is bedoeld om onze relatie met God te versterken. For that, it's imperative for us to remember not just the liberation, but the context from what were we liberated by God. En ook vanuit dat opzicht is het heel belangrijk om te denken uit welke situatie die bevrijding voortkwam. As a general rule, if you don't realize there was a problem, you won't be able to appreciate the solution. Een algemene regel is dat als je het probleem niet erkent, dan zul je ook weinig waardering hebben of geen waardering voor de oplossing. Undoubtedly, there is no domain in which we can better appreciate that rule than in education. En er is geen vlak waarop we die algemene regel beter kunnen waarderen dan in onderwijs. Every educator, which of course includes every parent, knows this very well. Iedere onderwijzer, waaronder iedere ouder, weet dit heel goed. When you present a solution to your students, if they didn't appreciate there was a problem before, your solution will be worthless. Als je een oplossing presenteert aan je leerlingen of aan je kinderen, en van tevoren wisten ze niet dat er een probleem was en wat het probleem was, dan is je oplossing waardeloos. Of course, an answer is only meaningful when you already had a question. En een antwoord is alleen maar waardevol als je al een vraag had. I'm noting this especially with respect to Passover. This is still part of level number two. Because as I'm sure everyone is aware, the theme of questions and answers plays
such a central role in the way we celebrate Passover. En dit is nog steeds onderdeel van niveau 2. En het is zo belangrijk om daar even bij stil te staan, omdat dat vraag- en antwoordspel ook zo'n belangrijke rol inneemt in de viering van Pesach. Repeatedly, the Torah bids us to answer the questions that our children ask us about Passover. Herhaaldelijk gebiedt de Torah ons om de vragen van onze kinderen te beantwoorden. And indeed, in God instructing us to tell this story to our children, a theme that appears 4 times in the Torah, in 3 of them, explicitly, there's the question of the child that necessarily comes first. And in 4 gevallen gebiedt de Torah om te vertellen over die uittocht aan de kinderen. En in 3 van die gevallen gaat dat verhaal vooraf door een vraag van een kind. In Exodus chapter 12, verse 26, and it shall come to pass when your children shall say unto you, what mean you by this service? In Exodus 12, vers 26 bijvoorbeeld, en het zal gebeuren als uw kinderen tegen u zullen zeggen, wat betekent deze dienst voor u? And then of course comes the answer. En dan komt natuurlijk het antwoord. In Exodus chapter 13, verse 14, and it shall be when your son asks you in time to come, saying, what is this? And to this child as well, there's an answer. In Exodus 13, vers 14 staat iets soortgelijks. Het zal gebeuren als uw zoon u morgen vraagt, wat is dit? En dan volgt ook een antwoord op deze vraag van de zoon. And finally in Deuteronomy chapter 6, verse 20. When your son asks you in time to come, saying, what mean the testimonies and the statutes and the ordinances which God our Lord commanded you? Again, the question comes before, beginning in verse 21, we read the very detailed answer that you give the child who asks the question. En dan ook in Deuteronomium 6, vers 20, waar staat, wanneer uw zoon u morgen vraagt, wat zijn dat voor getuigenissen, verordeningen en bepalingen die de Heere onze God u geboden heeft? En dan volgt wederom een heel gedetailleerd antwoord, ook voor deze zoon, met deze vraag, die voorafgaat aan de vertelling. There is, admittedly, a fourth son who doesn't ask a question. We already noted this. Exodus chapter 8, chapter 13, verse 8. You shall tell your son, it is because of that which God did for me when I came forth out of Egypt. And here, there is no question that comes before giving the answer. En ik moet toegeven, er is nog een vierde beschrijving van wat we moeten vertellen, waar dan geen vraag van een kind aan vooraf gaat. Die hebben we al gelezen, namelijk in Exodus 13, vers 8. En op die dag moet u uw zoon vertellen, dit gebeurt om wat de Heere voor mij gedaan heeft toen ik uit Egypte vertrok. Hier gaat dus geen vraag vooraf aan de vertelling. Well, in our tradition, that's simply coming to teach you that if the child doesn't ask any questions, you still need to teach the child. But that's not an ideal situation. You really should get the child to ask the questions. And so much of what we do, in particular at the Passover Seder, and really in teaching the Torah to the next generation all year round, is about getting the students to ask the questions. En in onze traditie betekent dit vers dat ook als de kinderen geen vragen stellen, hebben we alsnog de plicht om hen dit verhaal te vertellen. Maar het is niet een ideale situatie. Beter is het als de kinderen de vragen stellen.
Ja, als we ze zover kunnen krijgen dat ze die vragen ook stellen. En dit is ook wat ze het hele jaar door doen met leerlingen en kinderen. Wij leren door te zorgen dat die studenten vragen stellen. So again, level number one was the intellectual honesty of recognizing a historical process. Level number two is appreciating the relationship that comes from realizing that it is indeed from the problem, the suffering, the bondage, that we get to the solution God gave us, the Exodus, the liberation. That brings us to level number three, which is arguably a deeper perception of what life in this world is all about. Nog even terug naar niveau 1 dat we besproken hebben. Dat ging over de intellectuele eerlijkheid die we hebben om de historie in zijn volledigheid te beschouwen met het goede en het kwade. Niveau 2, dat we het probleem ook willen herdenken om beter de oplossing te kunnen waarderen die God ons gegeven heeft. En zo komen we bij niveau 3, die misschien wel een diepere betekenis geeft aan waar het leven nu echt om draait. It's not just that it so happened that there were bad times followed by good times. It's something that inheres in the very nature of this world and our lives in this world. Het is niet zomaar dat er een slechte tijd was en daarna een tijd van bevrijding, een goede tijd. Het is eigenlijk onderdeel van de schepping, onderdeel van het leven, dat er goede tijden zijn en slechte tijden. This is a principle that brings us all the way back to creation. We've discussed it, indeed, in that context in the past. Dit brengt ons terug helemaal naar de schepping, waar we het ook al eens eerder over gehad hebben. 6 times in Genesis chapter 1, we read, and there was evening and there was morning. Verses 5, 8, 13, 19, 23, 31. En 6 maal lezen we in Genesis hoofdstuk 1. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. In diverse versen daar. What is of paramount importance for us here is to recall not merely the expression, but what it means. What these words mean. En waar het om gaat is niet zomaar in herinnering roepen wat er daar geschreven staat, maar tot ons door te laten dringen wat deze woorden betekenen. When I say these words, I don't mean evening and morning, or avant and morgen. En als ik zeg dat we deze woorden tot ons door moeten laten dringen, dan bedoel ik met die woorden niet avond en morgen. I don't mean that because, of course, the Torah wasn't written in either English or in Dutch. It was written in Hebrew. En dat bedoel ik niet, omdat we de Bijbel moeten beschouwen in zijn originele taal. Hij was niet geschreven in het Engels of in het Nederlands, maar in het Hebreeuws. We've noted on many occasions that in Hebrew, all words derive from essential 3-letter roots. En we hebben eerder al eens besproken dat in het Hebreeuws woorden altijd afgeleid zijn van een 3-letterige stam. So the Hebrew experts will immediately note that erev, which we translate correctly as evening, comes from the root letters ein, resh, vet, which mean mixed together, mixing, le'arev. En de Hebreeuwse experts onder ons zullen dan ook onmiddellijk herkennen dat het woordje erev, wat correct vertaald wordt als avond,
afstand van een woordstam met de letters Ein, Resh, Wet, wat samengemixt betekent vermixt, de RF. In contrast, Boker, root letters Bet, Kuf, Resh, comes from a root that means to distinguish, to discern. Levaker. En daar tegenover staat het woordje Boker met de stamletters Bet, Kuf, Resh, wat afstand van het woordje onderscheiden. Obviously, on a simple optical plane, when evening comes, everything becomes mixed together. You can't see clearly because it's getting dark, so you can't distinguish things. And on the other hand, in the morning, everything is lit up, everything becomes clear, and you can discern, you can distinguish. En het is ook logisch dat het zo in elkaar steekt, want als het avond wordt, dan komt er steeds minder licht en wordt het steeds moeilijker om dingen te onderscheiden. Terwijl in de morgen, als het steeds lichter wordt, dan is het weer mogelijk om te onderscheiden. But it's not just an optical impression. We consider in Psalm 92, verse 3, to declare your loving kindness, God, in the morning, and your faithfulness in the night seasons. Maar het is niet alleen van optische aard wat we hier opmerken. We lezen in Psalm 92, vers 3. In vers 2 even de inleiding. Het is goed om de Heer te loven en voor uw naam psalmen te zingen, Allerhoogste. In de morgen uw goede tierenheid te verkondigen en uw trouw in de nachten. There are times in life that are like morning. Everything is clear. Everything is lit up. And at those times, we declare God's loving kindness because we sense God's loving kindness clearly. And there are other times, times of darkness, times of night, where we can only be sustained through faithfulness. We can't declare the loving kindness because we can't discern it. We don't see clearly. Everything is dark. Er zijn tijden in het leven dat alles licht is, vrolijk, dat het goed gaat. En op die momenten kunnen we de goede tierenheid van onze God verkondigen. Maar er zijn ook momenten in het leven dat het donker is en ja, dat het niet zo goed gaat, tijden van depressie. En het enige waar we dan op kunnen bouwen, dat is op ons geloof, en de trouw van God in die donkere tijden. Als we niet de goede tierenheid van God kunnen onderscheiden en die dus ook niet kunnen benoemen. While Psalm 92, verse 3, lists the morning before the night, the chronology is always the other way around. As we see it in Genesis chapter 1, it's first evening before you get to the morning. Terwijl we in Psalm 92, vers 3 zien dat de morgen eerder genoemd wordt dan de nachten, is het chronologisch gezien altijd andersom. Zoals we ook zien in Genesis 1, waar eerst de avond genoemd wordt en dan de morgen. Before you get to the clarity, which is the liberation of the morning, there is the darkness, the confusion, the suffering of the evening, when nothing is clear, nothing makes sense. That is the nature of life in this world. So beginning with the bondage before we get to the liberation is simply a reflection of this inescapable reality of life. De situatie is, het leven begint niet bij die morgen waar het licht is, waar het goed is, waar Gods goede tierenheid zichtbaar is.
maar het begint in de avond, in verwarring, duisternis, daar waar je niet goed kunt onderscheiden, niet goed kunt zien. En daarom is ook het gedenken van de uittocht samen met het lijden simpelweg een reflectie van hoe het leven in elkaar steekt. Namelijk dat er eerst duisternis en verwarring is en dat daarna licht, opheldering en goedheid komt. This, in a way, is what forces us to consider a yet deeper level 4. Because when we consider that this is the nature of life, why is it the nature of life? What is God communicating to us with this darkness that's always before the dawn? And dit dwingt ons ook om een vierde niveau te bekijken, een vierde vraag te stellen. Want waarom is het dan zo dat dit de natuur van het leven is? Dat eerst die duisternis komt voor het ochtendgloren. In truth, we can discern that it must be this way because of the inseparable bond between the bad times and the good times. That bond being, they both come from God. And het kan ook eigenlijk niet anders dan dat dit de natuur van het leven is. Dat duisternis voorafgaat aan licht en dat die twee samen gaan. Omdat zowel de duisternis als het licht beide bij God vandaan komen. As a first illustration of what I mean by that, I'd like to return with you to an idea that we've discussed in the past. That pertains to Exodus chapter 5. En om uit te leggen wat ik daar precies mee bedoel, wil ik terugverwijzen naar een idee wat we eerder besproken hebben. En we gaan daarvoor naar Exodus 5. Moses has come to Pharaoh, made his appeal to free Israel. Does he accomplish anything? Well, ironically, the simple answer is, sure, he accomplishes something, and it's terrible. The situation only gets much, much worse. In Exodus 5 lezen we over Mozes die zijn opwachting maakt bij de farao om zijn pleidooi te houden dat de farao het volk moet laten gaan. En de vraag is, bereikt hij nog iets? Nou, ja, zeker bereikt hij iets. Het wordt alleen maar erger. De verdrukking van de Israëlieten neemt toe. A new decree. As expressed in verse 7, you shall no more give the people straw to make brick as heretofore. Let them go and gather straw for themselves. But they need to be able to produce the same number of bricks that they did all along. Which of course is impossible. Want er wordt een nieuwe wet uitgevaardigd. U mag voortaan geen stro meer aan het volk verstrekken om de bakstenen te maken zoals voorheen. Laten zij zelf maar stro gaan verzamelen. En het aantal bakstenen dat ze voorheen maakten, moet u hun nu ook weer opleggen. En dit is natuurlijk een onmogelijke situatie voor Israël. So in verse 12, so the people were scattered abroad throughout all the land of Egypt to gather stubble for straw. En daarom staat er in Exodus 5 vers 12. Toen verspreidde het volk zich over heel het land Egypte om stoppels te verzamelen in plaats van stro. In verse 14 we read, the officers of the children of Israel whom Pharaoh's taskmasters had set over them were beaten because they weren't producing enough bricks. Which again, of course, was an impossible burden. En in vers 14 lezen we, de voormannen van de Israëlieten die de slavendrijvers van de farao over hen aangesteld hadden, werden geslagen. Namelijk omdat ze het aantal vereiste bakstenen niet konden maken. En nogmaals, dat is een onmogelijke opdracht voor de Israëlieten. And not surprisingly,
In verse 21, these officers come complaining to Moses. What has he done? And Moses himself returns to God and complains to God. In verse 22, wherefore have you dealt ill with this people? Why did you send me? It's only gotten worse. En het is dan ook niet verwonderlijk dat in vers 21 die voormannen hun beklag komen doen bij Mozes. En in het vers erna, vers 22, gaat ook Mozes naar God terug met zijn klacht. Heere, waarom hebt u dit volk kwaad gedaan? Waarom hebt u mij dan gezonden? Hij zegt in feite, het is alleen maar erger geworden. En in chapter 6, verse 1, God gives his response. But it's a response that seems to make no sense. God said unto Moses, now shall you see what I will do to Pharaoh. For by a strong hand shall he let them go, and by a strong hand shall he drive them out of his land. What does it mean? In hoofdstuk 6, vers 1, of eigenlijk in hoofdstuk 5, vers 24, geeft God een antwoord aan Mozes. Maar het lijkt een antwoord dat niet past in de situatie. Hij zegt, nu zult u zien wat ik de farao zal aandoen. Voorzeker door een sterke hand zal hij hen laten gaan. Ja, door een sterke hand zal hij hen uit zijn land verdrijven. Wat bedoelt God daar precies? So we have an ancient tradition to explain Exodus chapter 5 and God's answer in chapter 6 verse 1. En we hebben een traditie die antwoord geeft op waar het over gaat, om hoofdstuk 5 uit te leggen, inclusief het antwoord dat in vers 24 gegeven wordt. By the beginning of chapter 5, the decree had already been decreed by God that the plagues, with all of their devastation, would come upon Egypt. That all of the earned punishment of the Egyptians would be unleashed against them in all of their fury for what they had already done. En die traditie zegt dat al aan het begin van Exodus 5, al van tevoren, had God verordend en voor zichzelf vastgesteld dat de plagen in hun volle omvang zouden worden uitgestort over de Egyptenaren voor alles wat ze al gedaan hadden. Except that God, as it were, had a problem. Maar het is als het ware zo dat God nog een probleem had. The moment the plagues will begin, the Egyptians, the average Egyptians, will complain against God's justice. Pharaoh sinned. Why should we be suffering? En dat probleem was dat zodra dan de plagen zouden beginnen, dan zou de gemiddelde Egyptenaar zijn beklag kunnen doen bij God en zeggen, ja, farao heeft gezondigd, maar wij niet, waarom worden wij dan gestraft? And that complaint was enough to prevent the plagues from going forward in all their fury to bring about the redemption of Israel. En dat beklag zou dan verstorend werken en voorkomen dat de plagen volledig werden uitgestort. En daarmee kwam ook de bevrijding van de Israëlieten in het geding. So what's the solution? Dus wat is de oplossing? Exodus chapter 5, the stubble. En het antwoord ligt in de stroostoppels in Exodus 5 vers 12. You know, we saw in verse 12, so the people were scattered abroad throughout all the land of Egypt to gather stubble for straw. Why did they have to scatter over the entire land? Stubble is everywhere. En de vraag is dus,
Als dat vers zegt, toen verspreidde het volk zich over heel het land Egypte om stoppels te verzamelen in plaats van stro. Waarom moest het volk over heel het land die stoppels gaan verzamelen? If you've ever seen a harvested field, it's filled with stubble. That's what's left behind after the harvest. And it's ownerless because no one has anything to do with it. So you can go into the field and take it. Ja, want stoppels ligt in feite overal op. Elk veld dat gemaaid is, is alleen het koren wordt gebruikt. Dus het stro blijft achter. Dus je kunt gewoon naar een veld gaan en, ja, en het oprapen. Ruimschoots voorhanden. Except whenever the Israelites would go into a field, an empty field, to gather the stubble, the Egyptian owner would come running out and chase out the Israelites. How dare you take my stubble? As if they cared about the stubble. They didn't care. But maliciously, they wouldn't even show that consideration to these miserable slaves who needed stubble in order to make bricks. And hoewel dat stro absoluut waardeloos is, iedere keer als de Israëlieten bij een veld aankwamen om stro te verzamelen voor hun bakstenen, dan zou de eigenaar van het land zeggen, hé, waarom zit je aan mijn stro? Blijf er vanaf. Ik moet dat gebruiken. En zo konden ze dus geen stro verzamelen, de ellendige slaven die ze waren, om bakstenen te bakken. And of course it is that lack of minimal consideration that made the lives of the Israelites so much more miserable, even than they had been in all of the years of bondage until now. En omdat de Egyptenaren zelfs niet het kleine beetje inlevingsvermogen in die arme slaven konden opbrengen, werd het leven van die slaven nog miserabeler dan het al was. So to humanize, even to the eyes of Moses, we've just gotten so much further away from redemption. Things have only gotten so much worse. En nu, dus het volk maakt zich, de Egyptenaren maken zich hier ook schuldig. Maar in de ogen van Mozes en van de Israëlieten zijn we verder afgedwaald, verder afgeraakt van een oplossing, van de bevrijding van Israël. But from God's perspective, the last impediment that was standing in the way of the plagues beginning, of the whole process of the Exodus, of redemption moving forward, that last impediment is now pushed aside. Because now, not one Egyptian will be able to say, I'm not guilty. They're all guilty. They're all guilty because of the stubble. And that stubble, that seemed to just be an extra measure of suffering for Israel, is in fact the harbinger of their redemption. Maar van Gods perspectief is de verlossing juist dichterbij gekomen. Want de laatste belemmering die er was, hè, namelijk dat de Egyptenaren zouden kunnen zeggen van ja, alleen de farao heeft gezondigd, wij niet. Die belemmering is nu weg. Alle Egyptenaren zijn schuldig en ze hebben geen medeleven getoond met de Israëlieten. En daarom is het stro dat de Israëlieten zelf moeten gaan verzamelen niet zozeer een stap verder weg van hun verlossing, maar juist een voorbode van hun verlossing. Now don't get me wrong. The difference between the bad times and the good times isn't artificial. And yet, it's shallow. It's only a partial, limited perspective. If I were to ask you, this episode of the straw, is it bad times or good times? Well, it depends on how deeply you're looking. Even Moses saw bad times, but from God's perspective, it was the first step in the pathway of redemption. Deze scheiding tussen slechte tijden en goede tijden is niet kunstmatig, maar wel heel ondiep. Als we kijken naar dit voorbeeld van dat stro dat Israël moest verzamelen, dan zagen de Israëlieten en zelfs Mozes dat als slechte tijden.
maar vanuit Gods perspectief was het één stap dichter bij de verlossing van Israël. So, you need to recount not only the liberation, but also the suffering, the bondage that came before, because that's part of what leads to liberation. And it all, both the good and the bad that came before, it all comes from God. En daarom moet je dus de slechte tijden met de goede tijden gedenken. Net als met dat stro, het kwade, zeg maar, wat wij opvatten als het kwade, hoort bij dat goede, hoort bij de bevrijding. I have to share with you a little story that starts in North America and ends in Jerusalem. Ik wil met jullie een verhaal delen dat start in Noord-Amerika en eindigt in Jeruzalem. I'm told it's a true story. En het is een waar gebeurd verhaal. A biker on his motorcycle on a mountain road rounds the bend of the mountain road and he sees bearing down on him an 18-wheeler tractor trailer. And it's a narrow road. En een motorrijder die rijdt op een bochtige bergweg en hij gaat een bocht om een berg heen. En op die hele smalle weg ziet hij een vrachtwagen met 18 wielen op zich af stormen. On the one side, the rock wall, the face of the mountain. On the other side, a cliff into the abyss. Nowhere to turn. En terwijl hij die truck voor zich ziet, links is een steile bergwand. En rechts is een diepe afgrond. Hij kan nergens heen. En in the second, before the inevitable collision, the biker for the first time in his life turns to God. Says, God, if you exist, if you get me out of this alive, I'm yours. En in de seconde voor de onvermijdelijke botsing die eraan zit te komen, zegt deze motorrijder voor het eerst in zijn leven: God, als u bestaat, en u redt me hieruit, dan ben ik van u. Well, he was very seriously hurt, but he came out of it. He lived. Hij werd zeer zwaar verwond, maar hij overleefde het wel. After months in the hospital and rehabilitation, he walked away on his own feet, restored to health. En na maanden in het ziekenhuis te zijn geweest en revalidatie te hebben gedaan, liep hij uiteindelijk op eigen kracht het ziekenhuis weer uit. And remembering his promise from those moments before the collision, he found his way to Jerusalem, to a religious seminary here that caters in particular to students who came from non-religious backgrounds, and presented himself to the headmaster, the rabbi at the head of the seminary. And hij herinnerde zich zijn belofte van vlak voor de botsing. En zo vond hij zijn weg naar Jeruzalem, naar een seminarie dat zich vooral richt op mensen van een niet-religieuze achtergrond. En hij stelde zich voor aan het hoofd van het seminarium. He told the rabbi his story. He said, Rabbi, I'm yours. En hij zegt, vertelt zijn verhaal aan de rabbijn en zegt, meneer de rabbijn, ik ben van u. And the rabbi responded, of course you're more than welcome to stay here and study God's word. But first, I want you to realize that the same God who saved you also sent the truck. And deze rabbijn zei, je bent natuurlijk meer dan welkom om hier Gods woord te komen bestuderen.
Maar daarvoor wil ik dat je beseft dat dezelfde God die jou gered heeft, ook de God is die die truck, die vrachtwagen op je af liet komen. It takes a lot of courage to say that, but of course it's true. Everything, after all, comes from God. En het vergt wat moed om dat zo te zeggen en het ook zo te zien. Maar uiteindelijk is het wel waar. Alles komt van God uiteindelijk. The bread of affliction is the bread of liberation. They're both different aspects of the way God is communicating with us. En het brood van ellende is het brood van de bevrijding. Er zitten twee aspecten aan. En dit is de manier waarop God met ons communiceert. Ultimately, it's not a contradiction. They're both true. Uiteindelijk is het geen tegenstelling. Ze zijn beide waar. If I may share with you, in particular, one perspective that I think is very insightful with respect to this bread of affliction, of impoverishment. Ik wil nog een verhaal met jullie delen over dit brood van de ellende, het armemansbrood. Ik denk dat het heel veel inzicht verschaft. One of the great Jewish thinkers of the 16th century, Rabbi Judah Leiva of Prague, the Maharal of Prague, in considering these verses and how they jive with one another, made an interesting proposal. Een van grote geleerden, Juda Levi uit Praag, die was ook deze versen aan het overdenken en kwam met een hele interessante overdenking. You know, we think of lechem oni, the bread of affliction, the bread of impoverishment, as something bad, as something negative. And on some plane, of course, we'd like to have the wealth, we'd like to have the goods, not the impoverishment. En wij denken natuurlijk, als we zeggen brood van ellende of het brood van de armen, van armoede, als iets slechts. Want we zitten er liever warmpjes bij, welvarend en niet arm en berooid. But you know, ironically, the more we have, the less free we are. Because we end up being subject to all of these encumbrances. We end up being beholden to all of this stuff. Unleavened bread is impoverished because it's just flour and water with no extra anything. And ironically, that simplicity enables us to free ourselves of all these encumbrances and connect only and directly with God. Maar uiteindelijk, die welvaart die we eigenlijk verkiezen, daar, ja, die grijpt ons, daar komen we aan vast te zitten. En deze matzes, die ongezuurde broden, is als het ware een verarmd brood. Het is simpel brood. Het is alleen meel met water gebakken. En het symboliseert de simpelheid van het leven zonder heel veel materiële dingen eromheen. Een manier waarop we direct met God in contact kunnen komen. So the bread of impoverishment, of affliction, is the bread of liberation. Just a matter of a different perspective. En zo is het brood van de armoede ook het brood van bevrijding. Namelijk de bevrijding van materiële beslommering. Het hangt maar vanaf welk perspectief je kiest. In much the same vein, in considering the words of the prophet Jeremiah,
in describing the redemption of the future. God says in Jeremiah chapter 31, verse 12, in some Bibles it's verse 13, "For I will turn their mourning into joy and will comfort them and make them rejoice." Now, the Hebrew reads, "Make them rejoice, miyigonam." Miyigonam could be translated, as it is here, as from their sorrow. But the prepositional prefix in the Hebrew can be rendered not merely as from, but also as through, because of. Now, I realize this might sound like a technicality, but I think there's a very important message here. The message, just as, shall we pause? Yeah, it's good. In Jeremiah 31, vers 13 staat ook een boodschap die hierbij aansluit. Dan zullen jonge vrouwen zich verblijden in een rijdans, ook de jonge mannen en de ouderen met elkaar. Ik zal hun rouw veranderen in vreugde. Ik zal hen troosten. Ik zal hen blij maken na hun verdriet. En in het Hebreeuws, dat laatste stukje, ik zal hen blij maken na hun verdriet, kan ook gelezen worden als ik zal hen blij maken door hun verdriet. Of misschien kun je zelfs zeggen vanwege hun verdriet. En het lijkt een technisch detail, maar er zit een belangrijke boodschap achter. Just as in the earlier part of the verse, I will turn their mourning into joy. The mourning itself becomes the joy. So too, I will make them rejoice because of, through their sorrow. What seems to us initially to be so negative, to be so sad, becomes in itself the basis of the joy. Net als wat er eerder in het vers staat, ik zal hun rouw veranderen in vreugde, waarbij dus de rouw gepakt wordt en omgevormd wordt in vreugde. Zo staat hier ook, ik zal hen blij maken door hun verdriet heen, vanwege hun verdriet. Wat in eerste instantie zo negatief leek, wordt nu de basis van blijdschap. Again, when we realize that it all comes from God, that's inevitable. And we've discussed this before. Isaiah chapter 45, verse 7, God says, I form the light and create darkness. I make peace and create evil. In Amos chapter 3, verse 6, shall evil befall a city and God has not done it? Lamentations chapter 3, verse 38. Out of the mouth of the Most High proceed not evil and good. Everything comes from God. En we hebben dit idee vaker besproken, dat alles bij God vandaan komt. In Jesaja 45, vers 7. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. En in Amos 3 zal er kwaad komen over een stad en de Heere heeft het niet gedaan. En in Klaagliederen 3, vers 38 komt uit de mond van de Allerhoogste niet het kwade en het goede voort. And of course, inevitably, when we consider the story of the Exodus, isn't this conclusion inescapable? After all, God saved us from bondage, from suffering in Egypt. Who put us there in the first place? God, after all, said to Abraham in Genesis chapter 15, it's all from him. En als we hierover nadenken, dan is het, ja, kunnen we ook niet onder deze conclusie uit. Dat als we dan nadenken over die bevrijding van die slavernij en die ellende uit Egypte, komt ook de vraag naar boven, wie heeft ons daar in eerste instantie neergezet in Egypte? En het antwoord is te vinden
in een gesprek tussen God en Abraham in Genesis hoofdstuk 15. In verse 13, know of a surety that your seed will be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. Verse 14, and also that nation whom they shall serve will I judge, and afterward they shall come out with great substance. So both the bondage and the liberation come directly from God. In Genesis 15, vers 13 en 14 staat, toen zei hij tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Zo lezen we hier zowel over de onderdrukking als over de bevrijding. Beide komen voor God. And that leads us to a crucial final realization. En dat leidt ons naar een laatste, zeer belangrijke leerpunt. If we're only going to relate to bad times and good times, bad times is something that we need to get over, and the good times that take all of our attention, on some plane, we're going to be left wondering, why do we have to go through this all together? Especially when we realize that God gave us the bondage and the liberation. Why did we have to endure either one? If he would have just left us alone, wouldn't we have just been fine? Als we alleen maar kijken naar de slechte en de goede tijden, waarbij we de slechte tijden als iets zien waar je doorheen moet slaan, waar je maar overheen moet komen, en dat we ons liever maar richten op de goede momenten en die alleen maar vieren en in het gedachte houden, dan accepteren we dus niet alles als van God afkomstig. En dan zouden we ons de vraag kunnen stellen van waarom zijn we eigenlijk door dit geheel, waarom hebben we hier doorheen moeten gaan door die onderdrukking en die bevrijding? Als God ons gewoon met rust had gelaten, dan waren we prima geweest op onszelf. Recounting the Exodus story, starting with the bondage, drives home not only that they both come from God, but that they are both aspects of God's gift. They are both really part of that final redemptive process. Without the bondage, we wouldn't get there. En het in herinnering roepen van zowel de ellende als de bevrijding zorgt ervoor dat we waarderen dat beide van God komen. En dat we beide tijden ook kunnen waarderen. En de slechte tijden zien als onderdeel van dat bevrijdingsproces. To share with you an insight of one of the great rabbinical thinkers of the 20th century. Rabbi Abraham Isaac HaKohen Cook, who was the first chief rabbi here in the British Mandate following World War I. Rabbi Cook, in asking this question, what do we need the bondage for? Responded, on the one hand, of course, bondage is terrible. The suffering, the pain, the anguish, not to mention the numbing of the mind, the blunting of the senses. Anguish relentlessly. Bondage is a terrible thing, on the one hand. Ik wil met jullie nog een verhaal delen van rabbijn Cook, de eerste hoofdrabbijn in Israël na de onafhankelijkheidsoorlog. En hij kreeg ook die vraag van, waar hebben we nou die onderdrukking voor nodig? En als eerste zei hij van, onderdrukking is natuurlijk
verschrikkelijk. Het is lijden, het is ellende, om nog maar te zwijgen van ja, hoe je zinnen worden afgestompt door onderdrukking. Maar dat is aan de ene kant. On the other hand, you know what happens when you experience bondage? You learn to subordinate yourself to something greater than yourself. The slave subordinates his own identity to his master's. Well, Israel needed to learn that message of subordinating itself to something greater than itself. Because redemption, after all, is redemption for a mission on behalf of God. And you, everything that you are, needs to be subordinated to that mission. En aan de andere kant is er ook een les te leren uit die onderdrukking. Je moet namelijk leren door die onderdrukking heen je te onderwerpen aan iets groters. Een slaaf moet zich onderwerpen en klein maken voor zijn meester. En uiteindelijk als dan het volk bevrijd is en moet het ook leren en weten hoe het zich moet onderwerpen aan God, omdat ze een missie te vervullen hebben namens God. En het vraagt een onderwerping van het hele zijn, van het hele wezen van iedere Israëliet aan God, aan zijn meerdere, aan het hogere doel. This is after all a relentless message that Moses conveys to Pharaoh. I know we tend to quote what Moses says as "let my people go." But that's really not what he says. It's "let them go so that they will serve me." And maybe a better translation than "let my people go" is "send my people forth." Because you're sending them on a mission of service for everything divine, a service for everything that God represents, truth, goodness, righteousness, justice. Israel is sent on this mission, and it is through bondage that they are ready for that mission, relentlessly, from Exodus chapter 4 through Exodus chapter 10. It's always, "let my people go that they may serve me." En er is een meedogenloze boodschap van Mozes aan de farao, die wij doorgaans kennen als "laat mijn volk gaan." Maar dat is niet wat er precies staat. Wat er staat is: "laat mijn volk gaan, zodat ze mij kunnen dienen." Of misschien nog beter vertaald is: "stuur mijn volk weg, zodat ze mij kunnen dienen." Want het volk moet weggestuurd worden om een missie te vervullen, een missie voor God. En dit is de boodschap die Mozes heeft voor de farao en meedogenloos meedeelt tussen hoofdstuk 4 en hoofdstuk 10 van Exodus. And so, the bondage is means to the fulfillment, to the goal of the Exodus, of the liberation, of the redemption. You wouldn't reach that goal without the bondage and the suffering and the slavery that came before. En zo is de onderdrukking een deel van de bevrijding en de uittocht. En het bereiken van het doel, namelijk het vervullen van de missie namens God. En zonder die onderdrukking zou het volk niet uitkomen bij zijn doel. This is a critically important message for Passover, but much more broadly, it's a critically important message for all of life. En dit is een hele belangrijke boodschap die in Pesach schuilt, de boodschap van Pesach, maar nog belangrijker, het is een boodschap die voor ons hele leven geldig is, niet alleen voor Pesach. We read in Micha, chapter 7, verse 8.
Rejoice not against me, O my enemy. When I am fallen, I am arisen. When I sit in darkness, God is a light unto me. We lezen in Micha 7, vers 8. Verblijd u niet over mij, mijn vijandin, want als ik gevallen ben, ben ik weer opgestaan. Als ik in duisternis zit, is de Heere mij een licht. In our tradition, appended as it were to these words is the realization. If I were not fallen, I would not have arisen. If I would not be sitting in darkness, God wouldn't be my light. En in onze traditie lezen we het zo. Als ik niet gevallen zou zijn, zou ik niet opgestaan zijn. En als ik niet in duisternis had gezeten, zou de Heere mij niet een licht zijn geweest. It doesn't make the falling go away. It doesn't make the sitting in darkness all of a sudden cease to exist. But it does help us to see how the falling is part of the rising. And the sitting in darkness is part of being redeemed with the light of God. Het maakt het vallen niet minder erg. En het zorgt er ook niet voor dat de duisternis waar je in zit plotseling verdwenen is. Maar het helpt je wel om je te bedenken en te realiseren dat het vallen onderdeel is van het opstaan. En dat de duisternis, het in duisternis zitten, onderdeel is van de verlossing van het licht dat God geeft. De verlossing met het licht dat God geeft. Ultimately, recounting the bad is part of coming to the realization that it all comes from God. And it's all part of the process that culminates in that liberation. Het opnieuw vertellen en gedenken van de ellende en onderdrukking is zodoende onderdeel van de bevrijding. En geeft ons waardering voor de bevrijding die God heeft geschonken. In Proverbs chapter 24, verse 16, we read, for a righteous man falls 7 times and rises up again. The wicked stumble in evil. In Spreuken 24, vers 16 lezen we, want al valt een rechtvaardige 7 maal, hij staat weer op. Superficially. Maar goddelozen struikelen in onheil. Superficially, we might take that to mean, well, the righteous man falls down 7 times, and nevertheless, he rises up, whereas the wicked stumble in evil and don't get up. But that would be superficial. Oppervlakkig gezien zouden we dit kunnen lezen als, nou, de rechtvaardige die valt 7 keer en dan krabbelt hij ondanks dat vallen weer op, en de goddeloze die struikelt en die blijft liggen. On a deeper level, the righteous man is the one who, through his devotion to God, through his commitment and perseverance, through his insight and his foresight, takes every fall and makes it into a new rising up. When the wicked stumble, they just remain sprawled out on the ground because they don't have the dedication to engage in that process. En als we iets dieper kijken, dan lezen we dat de rechtvaardige, als hij valt, dan door zijn toewijding heen, door zijn inzicht, zijn volharding en uithoudingsvermogen, maakt hij zijn val tot een nieuw opstaan, terwijl een goddeloze struikelt
en uitgespreid op de grond blijft liggen. Want die heeft niet, die heeft niet dat uithoudingsvermogen en die toewijding om zijn val te maken tot een opnieuw opstaan. Once again the realization that without the falling down, there could not have been the rising up. We staan er nogmaals even bij stil dat zonder het vallen is er ook geen opstaan. And finally, on this note, we finally conclude. Isaiah chapter 12, describing our reaction on the day that God's glory is revealed for all to see. En we willen nog een afsluitende opmerking doen over wat we zullen zeggen op de dag dat Gods heerlijkheid zichtbaar is gemaakt. And in that day, in verse 1 we read, you shall say, I will give thanks unto you, O God, for you were angry with me. When your anger is turned away, you comfort me. In Jesaja 12, vers 1. Op die dag zult u zeggen, ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent. Maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. I will give thanks, for you were angry with me. And at the time, I thought it was just the bleakness of suffering with no light ever in sight. En ik dank u dat u toornig op mij bent geweest, staat daar. Maar op dat moment dat ik toornig was, dan zagen we alleen de kilheid en de koudheid van die toren. But in that day of God's salvation, when we can look back and really see what was happening. When your anger is turned away, you comfort me. You comfort me because I see that what appeared to me to be suffering and anguish, what appeared to me to be affliction, was the harbinger of redemption. What seemed to me to be irreconcilably the bread of affliction was the bread of liberation. Maar op die dag dat de bevrijding van God is gekomen, dan kijken we terug en dan zeggen we, hey, die toorn, die zie ik nu anders. U troost mij na die toorn en die troost blijkt daaruit dat we de toorn van weleer nu zien als een voorbode die nodig was voor die verlossing en het brood van ellende, het brood van de armoede, was zo een voorbode. En eigenlijk één met het brood van verlossing. It's because of that realization that we say in the following verse, behold, God is my salvation. I will trust and will not be afraid. En als we dat tot ons door laten dringen, dan zeggen we in vers 2, zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. And returning to Passover, in fulfilling that mandate with which we began to relive the experience of the Exodus, of the liberation, of the redemption, the only way to do it is to relive the bondage and the suffering together with it. En terugkerend naar de boodschap van Pesach en het gebod om de bevrijding en de uittocht in herinnering te roepen en erover te vertellen, dat kan alleen als het samen gaat, samen gedaan wordt met het in herinnering roepen en het vertellen van
de slavernij en de onderdrukking en de ellende die ermee gepaard gaat. Sure, it's the intellectual honesty of seeing the historical process. And it is the level of appreciating the solution, the redemption, because I understand what came before it. And it is the level of realizing that's the nature of life in this world. But most of all, it's realizing that the affliction itself is the basis of the liberation. Ja, het is het intellectuele besef dat historisch correct, zeg maar, hoort de ellende bij de bevrijding. En ja, het is zo dat er geen oplossing is zonder dat er een probleem was. En niveau 3, dat we besproken hebben, ben ik even kwijt. Level 3 was... Ryan, help me out. Level 3. Level 3 was the nature of life in this world. Oh ja. En ja, het is zo dat de natuur van het leven inderdaad ook zo is dat er goede, slechte tijden zijn en goede tijden. Maar bovenal is het de realisatie, die bedenking dat... de verdrukking en de ellende onderdeel zijn van Gods bevrijding, van zijn heil. To be able to see the affliction as the basis of the redemption is really the true liberation. En inzien dat de ellende en verdrukking aan de basis staat van de verlossing, is werkelijke bevrijding. The true liberation of Passover. And also, the true liberation in God of all of our lives. Het is de ware bevrijding van Pesach. En het is de ware bevrijding van God afkomstig voor ons hele leven. Maybe that's the most crucial message for us all to glean from what we're really celebrating every year when Passover returns. En dit is misschien wel de belangrijkste boodschap die we uit dit hele verhaal moeten halen voor ons leven. Als we ieder jaar Pesach vieren. That realization is the greatest blessing. Dit inzicht is de grootste zegening. God bless you. En Chag Sameach. Dank jullie wel. En goede feestdagen. Dank u.